De ijsheiligen zijn katholieke heiligen die een feestdag of naamdag van 11 tot en met 14 mei hebben. Dit zijn Sint Mamertus op 11 mei, Sint Pancratius op 12 mei, Sint Servatius van Maastricht op 13 mei en Sint Bonifatius van Tarsus op 14 mei. En vroeger werd volgens de volkswiskunde gezegd dat na de ijsheiligen dat het dan niet meer zou gaan vriezen. En volgens de boeren is dat nog steeds het moment waarna het gevaar voor planten en fruitbomen is geweken. De volkswijsheid klopt, vorst en mei is heel gewoon en ook tijdens de ijsheiligen vriest het soms. Zo was het op 14 mei 2020 in Eelde min 3 graden. En 11 mei 1928 werd het in Wijster zelfs min 5 graden. In het huidige klimaat eindigt de winterse periode waarbij de kans op vorst groter is dan 1% op 8 mei. De ijsheiligen vallen daarmee door klimaatverandering steeds vroeger, want aan het begin van de vorige eeuw eindigde deze winterse periode gemiddeld pas op 22 mei. In extreme gevallen komt het na de ijsheiligen nog tot vorst, zodat de temperatuur op 18 juni 1955 in Witteveen in Drenthe naar min 0,8 graden.